Hallo. Dag Mia. Welkom in de shuttle van Team Belgium. Dag Dennis. Hallo. Hallo. Zeg, Nina. Dikke proficiat, hè. Dank je. Maar nee, vijfde plaats op de Olympische Spelen. Ja, gek, hè. Ik vind dat zot. Want jij zei 18, nee, jij zei 19 jaar. Ja, vanaf vandaag ben ik 19 jaar. Jij zei verjaard op het vliegtuig en ik heb speciaal iets voor u bij. Spannend. Ik veronderstel, wow. Oh my god. Echt, waar doe de topsporters altijd plezier mee met een appeltaartje? Daar kun je niks mis mee doen. Dat is een feit. Maar hoe surreëel is dat eigenlijk? Want je zet daar dan een knalprestatie neer. En dan zo 48 uur later is dat van chop, we vertrekken nu. De moment dat ik uit het vliegtuig was gestapt in Japan en dat we buiten liepen, had ik echt zoiets van, damn it. Ik had hier echt gewoon nog een week op vakantie willen blijven. Japan staat nu zeker wel op mijn lijstje van de landen dat ik nog eens wil doen. Ja. Zeg dan Nina, dat er wel met Djokovic op de foto stond. Heb jij zo Olympische helden tegengekomen in het dorp? Wel, Simone Biles ben ik tegengekomen. Heb je foto durven vragen? Ik heb geen foto gevraagd, maar ik heb wel gewoon even kort tegen haar kunnen praten en zo. Dus dat was wel tof. Wat zijn zo de leukste reacties dat je hebt gekregen van mensen? Gewoon heel veel mensen die inderdaad ook zeiden van ja, we waren echt ontroerd door uw wedstrijd. En het feit dat je er zo hard voor gevochten hebt. En dan ben ik altijd gewoon blij dat mensen ook effectief zien dat ik echt wel die energie en die moeite er echt wel in steek. Want dat is zo de grootste misvatting dat er bestaat voor gewicht. Ja, dat alleen maar grote, zware, sterke mannen zijn die daaraan meedoen. Dat is helemaal niet waar. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen, er zijn gewoon lichte gewichtsklasses ook en hele kleine meisjes. En ja, ook grote vrouwen en zware vrouwen, maar ja, alle vormen en maten. Dus. Ja, er was ook de eerste transgender heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen, Laurel Hubbard. Merkte dat bij de atleten dat jullie daar eigenlijk sereen mee omgingen of werd dat toch gemengd op gereageerd? Het is wel een kwestie die speelt, dat is heel duidelijk. Ja. Wetenschappelijk gezien is het gewoon niet eerlijk, ja. Maar ik vind het moreel een hele moeilijke zaak. Ja, inderdaad. Omdat ja. Ik niet vind dat je kunt zeggen van transgenders mogen geen topsport doen. Ja, het is dat. Ik zeg, je hebt dit taartje dat je eigenlijk 10 kilo moeten afvallen op 4 maanden tijd. Hoe hard was dat? Dat was echt verschrikkelijk en mentaal is dat gewoon verschrikkelijk. Want je moet elke ochtend op die weegschaal gaan staan. Je moet natuurlijk 's morgens je wegen. En dan, dat bepaalt eigenlijk al je humeur voor de rest van de dag. En Dennis, hoe probeer jij haar dan te steunen? Ik probeer haar eigenlijk gewoon vooral te vertrouwen. En een beetje te doen wijzen op het feit van iedereen kan sporten op een goede dag. Maar vooral Nina dan, wat ik heb gezien. Zij kan volhouden op een slechte dag. En ze zijn ondertussen al naar de McDonald's geweest. Nee, want what? McDonald's is geen sponsor meer van de Olympische Spelen. Ja, verschrikkelijk. Okay. Dat kun je niet voorstellen, hè? Wat een teleurstelling. Ja, inderdaad. Ja, ik zit nu al heel de tijd zo van, ik wil een stuk van die taart eten. Echt, snijd je een stukje af, hè. En smaak het. Dat is echt goede taart. Voor de nummer 5 brengt je geen goedkope taart mee. Blijkbaar. Voilà Nina, we zijn er. Super, bedankt dat je thuis mag afzetten. Geniet van de decompressie en echt dikke proficiat. Dankjewel. Now's the time.